Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed dat hij gaf voor mij. Dat bloed was mij schoon en bevrijd van zonde. Prijs de Heer, nu ben ik vrij. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt U. This
Goedenavond, gemeente. Op deze dankdagavond wil de kerkraad van Wijk 2 Noord u en jou hier in de kerk, of die met ons verbonden zijn via de technische middelen, hartelijk groeten. Ook heten we alle gasten in ons midden hartelijk welkom. Voorganger is onze wijkpredikant dominee Dubbelman. We hebben de volgende mededeling voor u. Het gaat over de verkiezingen. Dankbaar kunnen we u mededelen dat de broeders Marcel Hofman van de Oranjestraat en Theo de Gier uit de Damstraat hun benoeming tot ouderling mochten aanvaarden. Mochten er vanuit onze wijkgemeente 2 Noord bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure en de bevestiging van de broeders Marcel Hofman en Theo de Gier, dan kunnen deze tot uiterlijk maandag 6 november aanstaande schriftelijk en ondertekend door de beleidende leden van wijkgemeente 2 Noord worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkraad, broeder Pieter Groot, Florenweer 14. Helaas konden broeder Anne Beeldstra uit de Saverin-Lomenstraat zijn benoeming tot ouderling kerkrentmeester en broeder Chrétien Zonnenberg uit de Oranjestraat zijn benoeming tot ouderling niet aanvaarden. We willen voor al deze broeders bidden tijdens de voorbeden. En neemt u ze thuis ook mee in uw voorbeden. De Heere geve onze gezegende dienst. We zingen Psalm 67, de versen 2 en 3. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heere. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En niet loslaat het werk dat zijn handen eenmaal zijn begonnen. Amen. Genade zijn we en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen een loflied zingen voor onze God of een danklied. Hoe je het maar ook weer wil vertalen. Op toonhoogte 302. De zon komt op, maakt de morgen wakker. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus. Dank u wel dat we hier samen bijeen kunnen komen op deze door de weekse dag, op deze woensdag. Dan leggen we ons werk aan de kant om tijd voor u te nemen.
En u geeft ons 6 dagen om te werken en de 7e dag om te rusten en om ons te richten op u. En nu willen we ook samenkomen om u te prijzen, om u te bedanken. Omdat u onze schepper bent. En we danken u voor uw schepping waarin u ons geplaatst hebt. En we belijden dat we leven door u, dat we geschapen zijn voor u. En dat ook alles groeit en bloeit door u. We danken u voor het leven dat u ons geeft, ons schenkt. En we danken u dat u onze herder wilt zijn, dat u onze God wil zijn, dat u in ons midden wilt zijn. En we danken u dat u niet alleen ons het leven hebt gegeven, maar dat u ook onze vader wilt zijn. Helpt u ons om al deze waarheden te beseffen. En helpt u ons ook, als we samen gaan lezen uit uw Bijbel, wilt u uw zegen geven en wilt u alles vergeven in ons leven wat niet goed is en die zegen zou kunnen tegenhouden. We willen onszelf onder uw invloed, onder uw gezag stellen. En wilt u ons vullen met uw geest, steeds weer opnieuw. En we danken u voor het feit dat u ons ook elke keer weer wilt vergeven. En we elk moment weer opnieuw kunnen beginnen. We danken u voor uw genade. En we bidden u zegen voor ieder hier in de kerk en ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En we lezen Psalm 100. Psalm 100. Psalm 100. Daar staat boven een lofpsalm. Juich voor de aarde. Ik lees het verkeerd. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig en zijn trouw van generatie op generatie. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. Uw gaven zullen nu worden ingezameld. De eerste collect is voor instandhouding van de eredienst. En de tweede collecte is voor het pastoraal werk in onze gemeente. En na de inzameling van de gaven zingen we op toonhoogte 334 ook weer een loflied of een danklied voor God. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, als ik vol verwondering naar deze schepping kijk, dan denk ik hoe groot zijt gij. Op toonhoogte 334 vers 1 en 3 na de inzameling van de gaven.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Een tijdje geleden leerde ik iets. Ontdekte ik eigenlijk iets. Zo zou ik het moeten uitleggen aan de hand van drie korte gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis was dat ik naar de radio luisterde. En toen kwam er een liedje langs. En later hoorde ik dat het liedje Gratitude heette, dankbaarheid. En de tekst ging zoiets als, ik kon het niet helemaal verstaan, maar dank u wel dat ik hier mag wonen. Dank u wel voor de lucht die ik mag inademen. En ik lig op mijn bed en ik tel mijn zegeningen in plaats van mijn schaapjes. Het was niet op een christelijke radiozender. En het kwam tussen alle andere liedjes door. En er kwam een gedachte in mijn gedachten die ik niet kon wegstoppen. En die gedachte was, deze zanger moet een christen zijn. En toen het liedje klaar was, toen vertelde de presentator wie het was. En die zei, ja, dit was een liedje van Erik Bibb. En hij zei, ik heb hem een tijdje geleden live ontmoet. En dat is, als je Erik Bibb ontmoet, dan vergeet je dat nooit meer. Die positiviteit die deze zanger uitstraalt, dat vergeet je niet meer. Nou, dat was de eerste gebeurtenis. En toen vergat ik het eigenlijk. Totdat ik op een gegeven moment, en dat is de tweede gebeurtenis, een ontmoeting had met een Belgische evangelist. En we hadden een gesprek over België, waar hij gewerkt had. En misschien weet u dat, maar België en Frankrijk, dat wordt ook wel het kerkhof van de evangelisten genoemd. Het is daar heel moeilijk om mensen te bereiken met het evangelie. De invloed van de kerk is daar ook steeds minder. En we hadden een gesprek over hoe moet je nou mensen bereiken? Hoe kan je mensen bereiken met het evangelie, met Jezus? Maar hij was ook, ja, had het ook moeilijk gehad in België. En toen vertelde hij, hij zegt maar, een paar maanden geleden heb ik iets moois gezien. Ongelooflijk. Toen dacht ik bij mezelf, zo zouden we moeten kunnen evangeliseren. En ik zei, nou vertel. Hij zei, nou, ik was op een bluesfestival in Brussel, samen met mijn drie zonen. Die waren al groot. En we stonden op het Marktplein en er kwam daar een zanger. Ik zei, hoe heette die? Hij zegt, ja, die ken je toch niet. Hij zegt, er kwam een zanger en die stond daar met zijn gitaar en die betoverde heel die menigte. Stonden allemaal jongeren op het plein en die stonden ademloos te luisteren. En na afloop zei hij bedankt. En hij liep het podium af en al die jongeren en al die mensen die er stonden, die zeiden, we want more, we willen meer. En die zanger kwam weer terug en hij pakte zijn gitaar weer en hij zong een lied. Jesus is all I want. Jesus is all I need. Jesus is the answer for the world today. Ik heb Jezus nodig en Jezus is het antwoord voor deze wereld vandaag. Hij zegt, en dan, toen hij dat gezongen had, het publiek was doodstil. Hij bedankte het publiek weer. Hij liep weg. Hij zegt, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En toen vroeg ik, ja, maar wie was die zanger dan? Hij zegt, dat was Erik Bibb. Maar die zul je wel niet kennen. Ik zeg, nou zeker, die ken ik. En ik ben daarover aan het nadenken gegaan. Ik denk, hoe kan dat toch? Waarom was die presentator zo onder de indruk van die zanger? Van het radioprogramma? Waarom die mensen op het plein? En waarom voelde ik simpelweg bij het horen van het liedje al aan, dat moet een christen zijn? Een derde gebeurtenis. Ik zat in de auto en ik luisterde naar een interview over iemand die een heel groot onderzoek had gedaan. Een onderzoek in de Nederlandse taal, wat ze had gedaan, weet ik niet meer. Maar ze vertelde tijdens het onderzoek dat ze, voordat ze met het onderzoek begon, eigenlijk in eerste instantie met een ander onderzoek was gestart. En dat was een onderzoek naar het begrip dankbaarheid in de moderne Nederlandse literatuur. Dus zij wilde bekende Nederlandse schrijvers onderzoeken, lezen, interviewen en vragen hoe functioneert het begrip dankbaarheid. En toen vroeg de interviewer, hij zegt, nou, en waarom ben je daar dan niet mee doorgegaan? Nou, zegt ze heel eenvoudig, het kwam niet voor in de boeken. Het hele begrip dankbaarheid functioneerde niet in de boeken die je in een gewone boekhandel kunt kopen. Het kwam simpelweg niet voor. En toen kreeg ik een antwoord op die vraag die al tijden door mijn hoofd aan het spoken was. Als dat zo is dat Nederlandse schrijvers van deze tijd, ja, dat het woord dankbaarheid
niet voorkomt in hun boeken. En als Nederlandse schrijvers ook een weerspiegeling zijn van onze maatschappijen, die lopen meestal een paar jaar voor op onze cultuur. Ja, dan moet je ook de conclusie trekken dat dankbaarheid in onze cultuur steeds meer aan het verdwijnen is en nauwelijks meer voorkomt. En dat je dankbaarheid dus ook nauwelijks, als je het niet meer leest in boeken, hoor je het ook niet meer op de radio, hoor je het niet meer om je heen. En vandaar dat ik, toen ik dat liedje hoorde over dankbaarheid, gratitude, dat ik gelijk dacht, meteen dacht, dit moet een christen zijn. Als dat liedje was gegaan over liefde, of over een kapotte auto, of over Amerika, dan was het niet opgevallen. Maar als een liedje gaat over dankbaarheid, dan, dat was zo een unicum, dan valt het op. En dat viel dus ook op bij die presentator. Hij zegt, die man die straalt dankbaarheid uit, vreugde. Dat viel dus ook op bij die mensen op dat marktplein. Maar dat komt dus bijna niet meer voor in onze cultuur. En voordat je het weet, word je als mensen uit de kerk, als christenen ook meegezogen met deze tijd, met deze cultuur. Als ik aan u zou vragen, bent u een dankbaar mens? Ben je dankbaar? Ben je tevreden? Vind je het fijn om naar Dankdag te komen vanavond? Nou, kijk, biddag natuurlijk, maar we gaan naar biddag, want ik heb zoveel dingen nodig en dan gaan we flink vragen bidden, maar ja, Dankdag. Ja, dat is lastiger. Dat is lastiger ook omdat het niet meer in onze cultuur zit. Maar ja, wat is nou eigenlijk dankbaarheid? Hoe moet je dat uitleggen? En waar staat dat in de Bijbel? Dus nou, dat was mijn volgende onderzoek. Ik denk, nou, ik ga de Bijbel onderzoeken op het begrip dankbaarheid. Waar komt dankbaarheid voor in de Bijbel? En toen viel ik eigenlijk in de volgende verbazing, want dankbaarheid, danken, komt bijna niet voor in de Bijbel. Sterker nog, er is niet een woord in de Bijbel wat alleen maar danken of dankbaarheid betekent. En dan denk je, nou, dat slaat er helemaal nergens op, want in de Bijbel kom je dat woord heel vaak tegen. En er is zelfs een dankoffer. Ja, dat dacht ik ook. Inderdaad. En het dankoffer, dat woord wat er staat, en ook het woord wat u af en toe tegenkomt voor danken, dat zijn in het Hebreeuws twee woorden. Het ene woord betekent loven, het andere woord betekent zegenen. En af en toe wordt dat vertaald met danken. Maar meestal met loven of prijzen. Psalm 100, die begint ook met, ja, wat staat er boven? Er staat een lofpsalm. Maar misschien leest u een andere vertaling mee en dan staat er een dankpsalm. De NBV-vertaling heeft het vertaald als een dankoffer of een dankpsalm. Maar de herziende Statenvertaling heeft het weer vertaald met een lofpsalm. En zo zou je ook dat lofoffer, of dat dankoffer wat in Leviticus staat, ook kunnen vertalen met een dankoffer. Maar het woord danken is dus altijd verbonden met loven. Dus in Psalm 100 heb je vers 4 en staat er, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. En sommige vertalingen hebben het vertaald als dankoffer. Ga zijn poorten, de poorten van de tempel, binnen met een dankoffer. En zing voor zijn voorhoofd, dat komen ze nog dichter bij de tempel, een lofzang. En dan staat er loof hem, prijs hem. En dan staat het woordje voor loven, daar staat dat woordje yada, wat dan af en toe ook vertaald wordt met danken, maar ten diepste betekent loven. Dus wat is danken ten diepste? Danken is altijd verbonden met God in de Bijbel. Danken is ten diepste het aanbidden van God. Erkennen dat hij God is. Blij zijn met God. Het loven van God. En daarom wordt het af en toe ook vertaald met danken. Nou, danken, loven. In Psalm 100 is dat ook zo opgebouwd. Het wordt zo afgewisseld. Als je de Engelse vertaling mee zou leven, dan staat er een psalm voor thanksgiving. Dat woord komt steeds terug om te danken. Wat ten diepste betekent dus een loven. Psalm 100 zegt, kom, we gaan God loven of bedanken, want hij is goed.
En wie moet er komen? Nou, als we kijken naar vers 1. Een lofpsalm of een dankpsalm. Dan staat er: juich voor de Heere heel de aarde. Dus iedereen wordt opgeroepen om deze God te bedanken. Of te loven. En hoe? Nou, vers 2. Dien de Heere met blijdschap, met vreugde. En kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Ja, waarom zouden we deze God moeten gaan dienen? Waarom zouden we hem gaan loven? Waarom zouden we hem moeten gaan bedanken? Nou, dat wordt uitgelegd in vers 3. Dan staat het volgende. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Dus Israël zegt, laten we deze God bedanken, laten we deze loven, want weet dat de Heere God is. Als je dat zo leest, dan denk je, ja, dat is een open deur. Maar dat weten we wel, dat de Heere God is. Maar Israël wil zeggen, deze God is de echte God. En als je nou de Bijbel leest, dan zegt de Bijbel, er zijn heel veel goden. Soms wordt er over goden gesproken, die afgoden, dat ze echt zijn. Soms worden ze afgoden genoemd. Soms wordt er gezegd, het zijn nepgoden. Soms wordt er gezegd, het zijn idolen. Maar de Bijbel zegt, iedereen vertrouwt op een God. Iedereen dient iets. Iedereen heeft een God in zijn leven. In onze cultuur zeggen we, ja, ik geloof niet. Dus ik dien geen God. Maar dan zegt de Bijbel, dat is onzin. We hebben allemaal iets dat ons beïnvloedt, wat het belangrijkste in ons leven is, wat we dienen, wat we centraal stellen. En dan zegt Psalm 100, JHWH, dat is de Heere, de God van Israël, dat is de God, dat is de ware God. Bij hem moet je zijn. Dus de vraag is niet zozeer, ja, als je jezelf even onderzoekt, hè, de vraag is dus niet zozeer of je wel of niet in een God gelooft, maar welke God je aandacht trekt. Welke God, welke macht beïnvloedt jou op dit moment het meest? Dan kan je zeggen, ja, maar ik ben christen en ik ga naar de kerk. Ja, dan nog moet je jezelf afvragen, oké, maar wat beïnvloedt mij door de week het meest? Wat is het leidende principe in mijn leven? Iedereen heeft dat. En dan zegt Psalm 100, dat moet de Heere zijn, dat moet de God van Israël zijn, dat moet de drie-ene God zijn. En waarom is hij de echte God? Dat leggen ze ook verder uit. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, wij zijn zijn volk en de schapen van zijn weide. Dus in vers 3 staat, hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij is de schepper en hij plaatst ons, hij plaatst u, hij plaatst jou in een schepping. En we zijn door hem gemaakt, voor hem gemaakt en we zijn van hem. We zijn niet van onszelf. Ja. Zijn we nou eigen baas of zijn we nou niet eigen baas? Vele jaren is er tegen ons gezegd, ja, je bent je eigen baas en je moet je eigen leven maken. Maar vandaag de dag komt er wel steeds meer het besef dat we niet van onszelf zijn. Kijk alleen maar naar je eigen telefoontijd. Hoeveel tijd je daaraan kwijt bent en hoeveel je dat eigenlijk niet wil. In Amerika is er momenteel een rechtszaak tegen Meta, Facebook. Waarom? Omdat ze onze kinderen verslaafd maken. In Canada slepen ouders Fortnite voor de rechter. En de aanklacht is dat dat net zo verslavend is als drugs. We doen de hele dag vaak dingen die we eigenlijk niet willen. We denken dat we eigenaar zijn van onszelf, maar dat, in de praktijk werkt dat niet zo. Ja, soms even, hè. Soms zeg je, nou, ik kan prima leven zonder God. En dan, nou, dan gaat je leven goed en dan is er geen dankbaarheid, want je maakt je leven zelf. En soms gaat het mis. En dan komt er grote wanhoop en ook misschien cynisme, want dan kom je in deze wereld met onoplosbare problemen. Allerlei machten en krachten waar je geen vat op hebt en waar je met een radertje in een groot systeem waar je geen controle in hebt. Dan is er ook geen dankbaarheid. En dan zegt vers 3, wij zijn van God, wij zijn gemaakt. En we zijn de schapen van zijn weide. Deze wereld is niet een
een planeet die door een oneindig universum gaat en die we zelf moeten managen. Nee, we zijn schapen in zijn weide. En we zijn gewild, we zijn gemaakt. En je hoeft jezelf niet uit te vinden, je hoeft je leven niet zelf onder controle te krijgen. Je kunt bij deze God horen. En daarom zegt deze psalm, daarom kun je altijd blij zijn met deze God. Dan kun je altijd deze God loven, danken, want wij zijn zijn schapen. En daarom staat er in vers 4, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, met een dankoffer. Waarom? Ja, omdat God er is. Hij heeft ons gemaakt, we zijn zijn schapen. We zijn niet van onszelf, we zijn van hem. Hij is er met zijn zorg. Zijn voorhoven met een lofzang en loof hem, dank hem, prijs zijn naam. Nou, misschien zit je vanavond in de kerk en dan zeg je, ja, dankdag. Ik heb vanavond niets om voor te danken. Ik heb eigenlijk ook niets om God te loven, God te prijzen. Ik voel me, mijn omstandigheden zijn zo slecht, het is zo hopeloos momenteel. En dan, soms kan het wel eens zo donker worden in je leven, hè. Dat je dat zo voelt. Je zegt, dat is zo donker in mijn leven. En dat, zo voelde Luther zich ook, Maarten Luther. Kon het dagen hebben, zo hopeloos. En dan, u kent het verhaal wel waarschijnlijk, dan kwam zijn vrouw, die deed de gordijnen dicht. En dan vroeg Luther, ja, waarom doe je nou de gordijnen dicht? Toen zei ze, ja, je bent zo somber. God is er niet meer. En dan zei Luther, ja, natuurlijk wel, God is er wel. En dan keek zijn vrouw hem lachend aan en zei, ja, God is er wel, wacht even, God is er wel. Ja, en als God er is, als de God van Israël er is, als de Heere er is, dan, en dan staat er in vers 5, want de Heere is goed. God is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig en zijn trouw van generatie op generatie. En dus de Heere, God is goed. Soms voelen we dat niet, maar hij is het wel. En dan beleid je dat, dan loof je God, want hij is goed tegen je gevoel in. En zijn goede tierenheid, dat is zijn liefde en trouw. Hè? Dat is een heel mooi woord, goede tierenheid. Dat moet je omschrijven, liefde en trouw. Zijn verbondstrouw is voor eeuwig. En soms hebben we dat gevoel van ja, God ziet me niet meer, ik voel het niet meer. Nee, zijn liefde en trouw is voor eeuwig. Het is maar een gevoel. En zijn trouw van generatie op generatie. Dan denk je bij jezelf, ja, maar vroeger in de Bijbel was God trouw. En mensen uit de kerkgeschiedenis, als ik die verhalen hoor, ja, toen is God is trouw. Maar ja, voor mij, nee, toen is hij trouw. En ook in deze generatie is hij trouw. God is iemand die zijn belofte houdt. En nog iets heel bijzonders in deze psalm. In vers 3 gaat het dus over dat we schapen zijn. Schapen in zijn weide. God is de herder en wij zijn schapen. Maar in vers 4... staat vervolgens, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Ga zijn poorten, dus dan moet Israël de tempel binnenkomen met een dankoffer, een lofoffer. En dat zijn meestal schapen. En zo kunnen we bij God komen in zijn tempel. God zegt, jullie zijn schapen. En als je dan dichter bij hem komt, je gaat zijn poorten binnen, voorhoofd, dan kom je bij de tempel, kom je bijna bij God. En dan geef je een dankoffer of een lofoffer en dan offer je een schaap. Maar doen dan de priesters voor je. Nou, het is een verwijzing hè, naar Jezus. Als God mens wordt, als Jezus komt, hè, God in een menselijk lichaam, God in het vlees. Dan nodigt hij ook iedereen uit om te komen, roept hij jou ook uit. Kom naar mij, heel de wereld. Kom naar de tempel, Jezus zegt, ik ben de tempel. En dan sterft hij aan het kruis. En dan wordt vervuld dat hij het offerlam is. En dan is ook de priester zelf, de hoge priester die zelf sterft aan een kruis, die zijn leven geeft als een offerlam. Nou, en dat is de God voor wie wij vanavond samenkomen. Om hem te loven, om hem te danken. De God die zijn leven geeft voor ons. Maar dat is altijd, hè, hoe je je voelt. Ook al zit je nog zo donker, ook al voel je niks of denk je niks. Nee, maar God heeft dat voor u gedaan, voor jou gedaan. Je kunt altijd bij deze God komen. Er is altijd genade. Nou, nog even over het woordje dank in het Nieuwe Testament. Misschien denk je bij jezelf, ja, maar het komt toch heel veel voor, ook in het Nieuwe Testament. Hè? De Filippense brief, wees altijd dankbaar, dankt God onder alle omstandigheden. Ja, heel bijzonder, hè? Wat is nou het woordje voor danken in het Nieuwe Testament? Dat is het woordje eucharisteo.
in het Grieks. En daar komt het woordje eucharistie vandaan. Dus het woord danken in het Nieuwe Testament verwijst naar het vieren van het avondmaal. Het vieren van de eucharistie, zo noemen ze dat in de Rooms-Katholieke Kerk. Dan gedenken we samen dat Jezus dat offerlam is dat voor ons gestorven is. Het verwijst naar die allergrootste genade. Nou, in onze taal zie je dat, hè? Danken komt van denken, van herdenken. Wij gedenken de dood van Jezus. Maar in andere talen is het veel duidelijker, hè? Want wat is dank in het Engels? Nou, ik zei het aan het begin van de dienst al, danken, dankbaarheid in het Engels is gratitude. En in het Frans is het gratitude. En in het Spaans is het gracias. Dat zijn letterlijk vertalingen van het Latijnse gratia, wat genade betekent. Wat verwijst naar die grootste genade die ooit op deze wereld heeft plaatsgevonden. De genade van de komst van God, het offer van Jezus Christus. Dus als we danken, ook vanavond als we God loven, dan denken we aan de grootste genade die hier op aarde gegeven is. En een Spanjaard die zegt gracias, genade. En elke keer als hij dankbaarheid zegt of dankt, dan denkt hij daaraan. Nou, wij denken er in ieder geval ook aan op de eerste woensdag in november. Dan komen we samen om God te danken. Wat een geweldig middel tegen ontevredenheid. Te beseffen wie hij is, hem te loven, te prijzen, te bedanken. Hij heeft ons gemaakt, hij zorgt voor ons, hij is genadig voor ons. Gratias, genade. Er zijn 10.000 redenen om hem te danken en te eren. En laten we dat proberen ook uit te stralen. Laat de christenen ook dankbare mensen zijn. Dat is zo'n evangelisatie naar andere mensen toe. Ik begon daar de preek mee. Laten we samen door deze wereld gaan als dankbare mensen. Want God is er. En hij is genadig. Amen. We gaan samen Psalm 100 zingen. Vers 1. Psalm 100, vers 1. We zullen samen God gaan loven of danken. En dat zullen we doen in drie blokjes, drie dankgebeden. Het eerste dankgebed is voor God, om wie die is. Onze herder, onze schepper. En het tweede dankgebed dat zal zijn voor alles wat groeit, het gewas, voor de arbeid en visserij, voor onze gezinnen, de schepping waarin we mogen wonen. En de derde, dan zullen we danken voor de kerk. En voor de zending. Nou, we zullen beginnen met een dankgebed voor God, wie hij is en zijn genadige zorg. En we zullen ook alle gebeden afsluiten steeds met een moment van stil gebed. Dan kunt u zelf ook uitspreken waarvoor u wilt danken. Laten we samen danken.
Trouwe Vader in hemel, we willen u loven, we willen u danken. U bent de bron van de dankbaarheid. Trouwe almachtige Vader, we zijn u dankbaar. U heeft ons gemaakt, u behoren we toe. We zijn uw volk, wij zijn de schapen die u wijdt. En zonder u verdwalen we. En als u er niet bent, dan is deze wereld geen weide meer. Maar dan verandert deze wereld in een chaos. We zijn afhankelijk van u, van uw kracht en van uw genade. U bent de bron van ons bestaan en u willen we dienen met vreugde. We danken u dat u ons een levensdoel geeft. We danken u dat u het doel van ons bestaan bent. En we danken u, Heere Jezus, dat we dankzij uw offer, dat wij God als onze Vader kunnen kennen. Dank u wel voor het offer dat u voor ons brengt. En we danken u dat uw goedertierenheid tot in eeuwigheid duurt. Uw trouw blijft van generatie op generatie. Wilt u ook naar ons luisteren als we in stilte u danken? U zo ons dankgebed. In Jezus' naam. Amen. We zullen u danken voor alles wat groeit, voor ons werk, voor de industrie, voor de visserij. En daarna zingen we het derde vers van Psalm 100. Zullen we samen danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor uw schepping waarin u ons geplaatst hebt. We danken u voor uw aarde die u ons geeft. Dank u wel voor de zon, de maan en sterren. Dank u wel voor de jaargetijden, voor regen en zonneschijn. Dank u wel voor het leven om ons heen, voor de bomen, voor de planten, de bloemen. Dank u wel voor alles wat groeide en bloeide. We danken u voor de dieren om ons heen, al het vee, de koeien, de varkens, de schapen, kippen, kaas, eieren. Dank u wel voor overvloed. We danken u voor de boeren in ons midden en alle die werkzaam zijn in de agrarische sector. Geeft u hen kracht en uitzicht. We danken u voor de gezinnen waarin we geplaatst zijn, voor de familieverbanden. Dank u wel voor vaders en moeders en broers en zusters en kinderen en echtgenoten, vrienden. Dank u wel voor de kinderen die afgelopen jaar geboren mochten worden. Dank u wel voor de moeders die goed door de bevalling kwamen. Dank u wel voor de huwelijken die gesloten mochten worden. Dank u wel voor al het werk dat gedaan mocht worden, kon worden. Dank u wel voor het werk in de fabriek, in de winkel, in het bedrijf of op de markt of op zee. Dank u wel voor het werk in ziekenhuizen en verpleeghuizen. En instellingen waar hulp wordt gegeven aan mensen die het nodig hebben. Dank u wel voor vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen.
Dank u wel voor mantelzorgers. En dank u wel voor leraren en onderwijzers. En dank u wel wat er allemaal dit jaar ook geleerd mocht worden. Luistert u naar ons als we in stilte ook ons dankgebed uitspreken. Hoort u ons dankgebed door het offer van Jezus Christus. Amen. We zullen samen nu danken voor onze geestelijke familie, zo zou je kunnen zeggen, voor de kerk, voor het werk van de zending. We zullen ook voor elkaar bidden. We zullen bidden voor ouderling Kees Peursen uit de Oranjestraat. Hij wordt morgenochtend vroeg in het Beatrix ziekenhuis geopereerd en zal een nieuwe knie krijgen. We zullen voor hem bidden. We zullen ook het gebed afsluiten na het stilgebed met het gezamenlijk hartop bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken. Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, dank u wel dat we hier mogen zijn. We danken u voor uw huis, voor de kerk. Dank u wel voor het gebouw dat er al zoveel jaren staat. Ook als teken van uw trouw, generatie op generatie. Dank u wel voor het evangelie wat ooit gebracht is en nog steeds gebracht wordt. We danken u ook voor uw Bijbel en voor uw wet, die onze maatschappij zo enorm heeft veranderd. En we beseffen dat die wet steeds meer aan de kant wordt gezet in ons land. Maar we pleiten op uw trouw en op uw liefde en op uw genade. Wilt u ook een keer brengen? Dank u wel dat u trouw blijft en bent, ondanks dat wij dat heel vaak niet zijn. We danken u voor al het werk wat in de kerk gebeurt. Dank u wel voor het werk van de kosters, en de kerkrentmeesters en de organisten. Dank u wel voor alle ambtsdragers. Dank u wel voor alle mensen die muziek maken. Dank u wel voor al de mensen die zich inzetten voor uw gemeente. En we danken u dat Marcel Hofman en Theo de Gier hun benoeming tot ouderling konden aannemen. Wees u bij Anne Bilstra en Chrétien Zonneberg die hun benoeming niet konden aannemen. We willen u vragen, geeft u hen alle uw zegen en uw rust. We danken u voor alle vormen van gemeentewerk. Dank u wel ook voor al de gaven die gegeven werden het afgelopen jaar. Dank u wel voor onze broeders en zusters hier in Christus. En dank u wel ook voor de wereldwijde familie. We danken u voor uw kerk wereldwijd. Geeft u uw zegen. We bidden u ook speciaal voor de operatie morgen van Kees Peursen. Wilt u hem bewaken en beschermen en genezing schenken. We danken u voor het werk van de zending en evangelisatie. En we danken u dat ooit ons ook verteld is
waar de bron van de dankbaarheid ligt. En we danken u voor al die mensen die zich daarvoor inzetten. We danken u voor het evangelie zelf. Voor het offer van u, Heer Jezus. En voor uw opstanding en voor de uitstorting van de geest. Al die geweldige waarheden. Wilt u ze steeds dieper in ons hart laten zinken. En aanvaardt u onze dank in stilte. Bidden we samen het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. We zingen als slotlied het vierde vers van Psalm 100. Psalm 100, vers 4. Mogen we weer van hier gaan als dankbare mensen. Omdat God er is. En hij is goed. En hij is trouw. En als teken daarvan mag ik u ook zijn zegen geven. Ontvang de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen. Heel mijn leven bent u trouw.
goedheid van God, uw zachte stem. Ik ken u als een vader, ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u God, zo. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zie ik steeds van de goedheid van God. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn zing ik steeds van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid van God.